Mijn naam is Diederik van Kleemput. Ik kom uit Gent en ik ben titularis eigenaar van de apotheek hier in Berlare. Ik heb een historiek in de distributie van geneesmiddelen. En 10 jaar geleden heb ik de apotheek overgenomen. Die was vroeger in het oude pand hiernaast. En dit was de parking. En we hebben vorig jaar in mei een nieuwbouw gezet hier op de parking. Om de oude apotheek dan te kunnen verhuizen naar hier. Ik vind dat een heel logische stap. We zijn dagelijks veel te veel bezig met het wegzetten van producten. Eigenlijk een taak die we kunnen uitbesteden aan een robot, zodanig dat we meer tijd vrij krijgen om eigenlijk met de patiënten bezig te zijn. En als je die stap kunt doen, dan vind ik dat eigenlijk niet meer dan normaal. Het was ook onmogelijk in het oude pand. Het oude pand leende zich niet tot een automatisatie. En hier hadden we eigenlijk gewoon een stuk grond waarbij dan we eigenlijk gestart zijn met de robot en de muurautomaat, waarbij dan we de apotheek rondgebouwd hebben. Ik ben zelf naar Izegem gegaan. Daar heb ik kennis gemaakt met de medewerkers in het bedrijf, als de verkopers. En ik was daar eigenlijk bijzonder gecharmeerd door. Door de verkoper ook, allee, we hadden een goede match. En dan heb ik eigenlijk gekozen om met Meditech te werken, want ik ken eigenlijk Meditech niet. En dat is heel vlot verlopen. De installatie, correct op datum, de opmeting is goed verlopen. Het hele proces. Wij zijn hier zelf geconfronteerd geweest 2 dagen voordien met een lek op het bovenverdiep, waardoor dat de robot eigenlijk volledig ondergestroomd was met water. Ja. En dat is eigenlijk op een heel bijzonder professionele manier opgelost op een korte periode. Het opvolgend controleren van vervaldata doet hij first in, first out. Hij houdt het hele proces eigenlijk in de gaten. Bestellingen die binnenkomen, hij controleert het voor ons. Dus ja, het is een enorm tijdswinst. Ik heb dan inderdaad gekozen voor de Meditech. En dat is een goed toestel. Dat is een toestel die correct werkt, die snel is, die efficiënt werkt. En ja, de capaciteit bepaal je zelf. We hebben gekozen om de vloerplaat eigenlijk niet te benutten, omdat het dieper komt te staan, zodat we extra doosjes kunnen plaatsen. We hebben nog geen pannen gehad na een jaar. Ik denk niet dat we nog terug zouden willen naar de tijd waarbij we geen hadden. Ik heb gekozen voor een integrated, dat die schoon weg zat in deze ruimte. En de muurautomaat heb ik wel over getwijfeld, aangezien dat het toch een belangrijke investering is. Maar die heeft zijn nut zeker bewezen in de COVID. Er hangt ook uit dat de testen te krijgen zijn langs de buitenkant. Dus mensen met symptomen hoeven zelf niet meer binnen te komen. Dus die heeft op een heel korte periode zijn naam gemaakt hier in Berlare. En dus creëerde toch het idee dat we altijd bereikbaar zijn. Dus daarvoor heb ik het eigenlijk gedaan. Ja. Ze waren wantrouwig en eigenlijk ook niet heel onterecht. In die zin, we hadden vroeger een kast met uitwendig gebruik voor zalven. Je gaat er naartoe, je zoekt de zalf, visueel vind je wat je nodig hebt. Dat ben je nu kwijt. Je moet dus meer betrouwen op je geheugen en op de kennis die je hebt. En wij hebben gekozen dat iedereen een bepaalde taak had. Iemand de uitpak of het wegzetten. En dan geleidelijk aan heeft iedereen alles bij hun overnemen. Dus eigenlijk iedereen is ermee weg. En denk nu, ja, niemand zou nog teruggaan. We proberen toch meer dan vroeger de mensen een medicatieschema op te stellen, over medicatiegebruik te praten, over de tijdsinname van hun medicatie. Dat zijn toch taken die we vroeger eigenlijk soms te weinig tijd voor hadden. Het is uiteraard onze core business en eigenlijk alles praktische, het wegzetten, voegen op alfabet. Ja, als we dat kunnen elimineren, denk ik dat dat een heel logische stap is. Veel mensen komen kijken, willen zien hoe dat in elkaar zit. Kinderen staan voor de ruit en de muurautomaat wordt elke maand meer en meer gebruikt. Ik had een grote sticker met 24/7. Ik heb hem nog niet eens opgeplakt.